Zo hier. Kijk. Mooi. Zo. Ah! Joran, kijk even. In verband met de 1,5 meter. Oh ja, dat is... Deze hier. Hap, 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 hap. Hoi, hoi. Ja, makkelijk zo. Hartstikke. Ja hoor, heel goed. Ja, ideaal. Ja. Heel handig. Niks aan de hand verder. Nou, ga lekker zitten. Pak lekker je iPad. Jullie hebben vragen ingestuurd voor Joran. En dat gaat allemaal om voor Brawl Stars. Dus ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan komt ie. Vraag 1. Hoi, ik ben Gijs. Ik ben 11 jaar oud. Ik speel voetbal en ik speel Brawl Stars. En mijn vraag is, hoe krijg je een knokker makkelijk naar bijvoorbeeld rang 20 zonder dat je heel lang hoeft te spelen? Doei! Doei doei! Ik wil uitleggen wat die vraag. Ik begrijp, ja, ik begrijp het niet. Zeg maar, je kan je knokkers, kan je mee spelen en je wordt natuurlijk steeds beter. En hoe meer je wint, hoe hoger je komt qua trofeeën. Ja. En 500 trofeeën, dan heb je rang knokker rank level 20. Dat is wel, zeg maar, iets, als je 500 trofee hebt, dan ben je wel redelijk goed, zeg maar. Maar zoals je ziet, heb ik alle knokkers al 500 plus, maar daar heb ik natuurlijk heel veel voor moeten spelen. Ja. Maar wat slim is om te doen, als je echt laag bent, zou ik gewoon lekker 3 versus 3 spelen. Want dat is een manier hoe je snel omhoog gaat. En dan vooral het evenement knokbal, daar kan je gewoon heel snel 2 keer scoren, heb je meteen een potje gewonnen. Dat is dus een eenvoudiger spelletje eigenlijk. Ja, ja, en dat zou ik dan doen met vrienden, dat je met z'n drieën speelt, waar je goed mee kan spelen. En dan gewoon lekker met z'n drieën door blijven spelen. Dat is de beste manier. Solo zou ik niet gaan doen. Dat kan in het begin heel goed werken. Maar van de 400-500 trofeeën wordt dat meestal wel iets lastiger. Nou, ik kan ondertussen wel even een potje knokbal doen. Kijken of ik even snel kan winnen. Ik doe het nu wel met randoms. Dat is natuurlijk niet normaal de bedoeling. Normaal moet je gewoon met vrienden spelen. Maar even kijken of we snel die victory kunnen halen. Want je kan in knokbal, als je het goed doet, binnen een minuut wel een victory halen. En daarom is deze game mode gewoon echt chill om samen te spelen met vrienden. Oké, die Mortis is nu dood. Dus die Daryl ook even kunnen killen, zou chill zijn. Maar kijk, dit doet Frank erg goed en die gaat nu net niet scoren. Dat is dan wel jammer. Blijft moeilijk, hè? Ja, blijft moeilijk. Want je hebt nu 2 mensen erbij die je niet gekozen hebt natuurlijk. Ja, klopt. Dit zijn random mensen. Maar hij scoort nu wel, dus we staan er 1,5 minuut. Oh nee, nog sneller. We hebben nog 1,5 minuut. Maar we staan nu 1-0 voor, dus dat is relaxed. Dat is lekker. En ik hit nu gewoon ze 3 tegelijk. Hit ik ze met mijn special. En dan kunnen we nu de volgende goal scoren. 2. En kijk, dit is hem. En hoeveel punten krijg je er nu bij dan? Ik krijg nu 8 punten erbij. En daarvoor heb ik dus nu nog geen minuutje hoeven spelen. Ah, dat is wel lekker. En dat is wel relaxed. Ja. En als je solo speelt, gaat het nooit zo snel als dit, zeg maar. Dus daarom zou ik gewoon lekker knokbal spelen. Even een vraagje tussendoor van Len, 11 jaar. Wat is je favoriete wapen uit de game? Nou, elke knokker heeft natuurlijk een eigen wapen. Dus bijna is het, welke knokker vind je het chills? Maar ik heb met Dynamite heb je een special dat je een enorm grote bom kan neergooien. Ik zal hem wel even laten zien, die is wel echt heel sterk. In combinatie met deze sterrenkracht, dan doe je 1000 schade extra. Ik zal hem gewoon even testen, dat is wel net zo handig. Ja. Zijn een bom? Een bom, ja. Een bom. Is een kok met een bom. Een kok met een bom, ja. Daar komt het wel op neer. Kijk, dan is het deze bom en die maakt dan alles in 1 keer dood daar zo. Boom. Boom. 4000 damage. Dat is denk ik wel de sterkste wapen in. En dan heb je al gelijk punten. Ja, als je daar iemand mee raakt en hij heeft minder dan 4000 AP, is die bam in 1 keer dood. Oh. Dus dat is wel erg sterk. Juist. Heerlijk. De volgende. Hoi, ik ben Julien Valtoy. Ik ben 10 jaar. Tijdens deze lockdown speel ik met mijn vrienden Brawl Stars. En ik heb er een vraag over. Met welke knokker speel je het best solo showdown? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik heb wel een paar knokkers die ik erg fijn vind spelen. Op dit moment Jackie. Dat met die hamer? Dat is met een drillboor. Wie is die met die hamer dan? Dat was Frank. Oh, Frank. Frank. Dat is weer een andere knokker. Vraag. Maar Jackie, ja, daarmee speel ik wel veel solo showdown en die vind ik echt fijn spelen. Zal ik anders even een potje doen? Om, ja. Nou, ik heb Jackie op dit moment wel heel hoog qua trofeeën, maar we gaan ons best doen. Want dan is de rest ook heel erg sterk. Ja, hoe hoger je zit, hoe sterker iedereen is. Oké. En ik heb Jackie volgens mij op dit moment op 750 trofeeën ongeveer. Oh, moet ik trouwens uitkijken. Doe je best. Ik zal even mijn special inzetten en dan kan ik Shelly alsnog killen. Nice. Ik moet hier even uitkijken voor Rico. Maar die kan... Verhoeven? Rico Verhoeven, ja. Het is een andere Rico helaas. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ik kan hier denk ik nog een kill maken. Ja, die crawl die kan ik wel hebben. Denk ik in ieder geval. Ja, die gaat nu wel dood. Ja, plakken. Hey. Hoppa. Dan heb ik mooi 6 krachtpunten. En dan denk ik dat ik dit misschien wel kan gaan winnen. Ondanks dat ik op zo'n hoog niveau speel op dit moment. Ja, maar hallo, jij bent niet de eerste de beste. Nee, en je hebt nog steeds heel veel goede spelers hoor.
Maar kijk hier, nu de Shelly. Boom, hoppatee. En die Shelly heb ik ook. Dan zijn we nu nog met 3 mensen over. Heerlijk. Kijk, ik zei toch, Jackie speelt goed. Daar haal ik veel overwinningen mee. Maar ik zit een beetje te kijken waar de andere knokken zijn. Ik denk dat hier eentje er zit. Ja, er zit er inderdaad eentje. Die crawl, die gaat nu ook dood. Mooi. Dan moeten we alleen nog Leon killen. En dan hebben we hier een victory. En ja hoor. Gefeliciteerd hoor. Dankjewel, dankjewel. Oh, wacht even. Even een high five'je. Even een kleine high five'je. Hoppakee. Hop, goed hoor. Even een high five. Lekker, ja, heel goed. Oh, en dan gaan we een vraag tussendoor. Even kijken. Mats, ja, wie vind je de beste knokker? Maar dat is. Die kok weer? Nou, nee, het is niet de kok. Dat is wel een erg sterk wapen. Ik vind hem zelf niet echt de chillste knokker. Maar wat ik op dit moment de fijnste knokker vind, dat is meneer P. Dat is een eend. Dat is deze eend. Hij ziet er wel cool uit, hè? Peking eend. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar die gooit koffertjes en die stuiteren dan. Ja, ik vind het gewoon echt fijn spelen. Ja, zal ik het even laten zien? Ja, hij gooit koffertjes. Hij gooit koffertjes, ah. Ja. Ja, het is een hele gevaarlijke eend eigenlijk. En daarmee kan je dan iemand hitten. Oh ja. En dan hit je dubbel. Als je het goed doet, hit je iemand 2 keer en dat is gewoon heel relaxed. En daardoor vind ik hem wel heel sterk. En daar komt het op neer. En de special is ook erg chill. Want er komt er namelijk een kleine kip en die gaat dan meehelpen met aanvallen. Ja, dat is mijn lievelingsknokker. Ja, Dr. P. Ja, meneer P. Meneer P. Meneer P. We gaan naar de volgende vraag. Hallo Zapsport, ik ben Ruben. Ik heb een vraag voor Gamebouws. Hoe heb je eigenlijk zo'n goede tactiek? De game mode waar ik graag hulp bij wil is Duo Showdown. Doei! Ja, kijk, het op zich, als je geen tactiek hebt, is dat nooit goed volgens mij. Nee, dat is volgens mij niet heel praktisch. Nee, het is wel een beetje handig om te weten wat je wilt gaan doen. Als ik hem was, zou ik echt van tevoren af gaan spreken wie wat gaat doen. Kistjes openen, vijanden op afstand houden. En zorgen dat je vijanden naar elkaar toe pusht, zodat jij niet in de gevarenzone komt. Maar welke tactiek bespreek jij altijd dan met je tegenstander of met je medestander? Vaak kijken we dan tijdens het spelen wat we gaan doen, dan kunnen we tijdens het spelen praten. Maar als we dat niet kunnen, ja, dan moet je goed op elkaar ingespeeld zijn. En zorgen dat de tegenstanders met elkaar gaan vechten en dat jij een beetje buiten schot blijft. En dat kan je doen door ze naar elkaar te duwen. Dat je zeg maar aan de onderkant blijft en alleen maar naar boven blijft schieten, zodat ze naar elkaar gepusht worden en dan uiteindelijk win je vaak. Nou Ruben, we hopen dat je hier wat aan hebt, toch? Ja, ik hoop het ook. De volgende. Hoi, mijn naam is Kiki en ik ben 11 jaar oud. Een van mijn favoriete games is Brawl Stars. Ah, mooi. Oh my god, ik kan wel de hele dag Brawl Stars spelen. Dag de dag, Brawl Stars spelen, Brawl Stars, ja. Nou. Ja. En omdat ik er wel hulp bij kan gebruiken, is dit mijn vraag. Je hebt dus in een minigame dat sommige knokkers heel goed zijn en de andere niet. En dan is het daarna weer andersom. Maar welke knokker is nou goed voor alles? Kun jij mij daarbij helpen? Ik ben je dan eeuwig dankbaar. Welke knokker is het allerbeste, vroeg ze? Nou ja, die je overal in kan zetten, zeg maar. Dat is eigenlijk de vraag, zodat je één knokker heel veel kan upgraden. En een van de knokkers die ik aanraad om dan te upgraden is Shelly. Dat is een knokker die iedereen heeft, die krijg je aan het begin. En eigenlijk vind ik die overal wel goed in. Nergens extreem goed, maar gewoon overal is hij wel redelijk goed in. Dus dat is één van de knokkers die ik zou aanraden om te upgraden. En daarnaast, ja, bijvoorbeeld een Sandy vind ik ook overal goed in spelen. Maar dat is een legendarische, dus die krijg je niet heel snel. Maar de kans dat je die krijgt is 1 op 1000 ongeveer. Wat is er dan zo bijzonder aan Shelly? Ik vind Sandy echt... Sandy. Dit is weer Sandy. Ja, Shelly. Ik net over had Shelly. Shelly. Ja, en dit is elkaar, Sandy. Ja. Nou, Sandy kan heel snel achter elkaar 3 attacks doen en heeft een onzichtbaarheidsbreuk, waardoor iedereen en ook je teammate onzichtbaar worden. Ik denk aan een drankje. Het enige biertje dat ik drink is een Shandy. Oké. En Shandy, die is eigenlijk iets beter dan Shelly, maar die krijg je niet overal. Nee, klopt. Die is heel moeilijk om vrij te spelen, dus die zou ik inderdaad niet zo snel gebruiken. Ja. Nou, ik hoop dat dit een goed antwoord is. We gaan naar de laatste vraag, dus kom er maar in. Ik ben Fabio Nijstra, ik kom uit Culemborg, ik ben 9 jaar oud en ik heb een vraag van Brawl Stars aan Joran en ik wil trickshots leren in knokbal. Dus ik hoop dat jullie mijn vraag leuk vonden en adios. Adios. Heb je tricks? Ja, je hebt zeker trickshots, maar ze zijn erg moeilijk om te leren, dus ik snap deze vraag wel, maar ik kan het even proberen en kijken of ik een trickshot kan maken en dan
zal ik al spelend een beetje kijken of ik wat uitleg kan geven. Met wie ga je spelen? Ik ga met Frank spelen. Frank. Ja, is dat met die hamer? Dat is met de hamer, ja. Ja, goed onthouden. Ja, nou, dan gaan we even spelen. En het belangrijkste is eigenlijk dat je het hele tegenstandersteam uitmoordt. En dat je dan vervolgens de tijd en de ruimte hebt voor een trickshot. Wat is voor een trickshot? Is dat dat je de bal dan over iemand heen schiet of zo? Nou, dat kan niet. Maar je kan wel met een trickshot bijvoorbeeld via een muurtje schieten. Dat is meer een trickshot, zeg maar. Dus dat je via een muurtje het goal ingaat? Ja, klopt. Oh, okay. Nou, we zouden nu even voor een trickshot kunnen gaan. Ja, ja. Ik zit echt vol. Nou ja, nu wou het helaas niet. Maar het is dus de bedoeling dat je via de zijkant gaat en dan via de muurtjes probeert te scoren. Het kan dubbel, dat je naar het achterste muurtje schiet en dan via het bovenste muurtje weer terug. Maar dat is het moeilijkste. Het is dan makkelijker om dan via het bovenste muurtje terug te schieten naar onder. Misschien gaat het nu lukken, want we hebben nu hier de bal en nu kan ik via de muur schieten. En ja hoor. Ja, dit is toch schiet. Ja, wel via muurtje. Het heel goed. Het is niet een hele eerlijk mooie is, trick. Wel, eerlijk is eerlijk. Mooi trick. Ja. Nou, zo kan het dus ook. Ja, zo kan het dus ook. Nou, mooi. Vind je dan een leuke video? Doe van een duimpje. En mocht je nog vragen hebben over Brawl Stars of over een andere game, laat het even weten in de comments. Ja, en vergeet niet te abonneren. Ook nog.